Een hele goede morgen, guys. Ik moet echt heel nodig de vaat uitpakken en dan weer inpakken. Maar ik heb echt zo'n leuk pakketje binnengekregen. Ik ga hem even ophalen voor jullie. Kijk wat ik heb binnengekregen. Ik heb mijn nieuwe Yeezys binnen. Ik ben er zo blij mee. Even een andere kleur, want die andere heb ik echt zoveel gedragen. De beige. Maar ik vond deze kleur ook echt zo vet. Ik ben er zo blij mee. En het past gewoon heel mooi bij mijn outfit vandaag. I love it. Trouwens, vandaag was ik dus allemaal kleren aan het passen van na mijn bevalling. En ik ben nu echt lekker aan het afvallen, guys. Ik eet gewoon echt super gezond. En eigenlijk best wel weinig, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar goed, heel blij met deze Yeezys. Ik ga ze zo aandoen. En ik ga even wat leuks doen vandaag. Maar ik moet eerst even het huis een beetje opruimen hier en daar. Want het is een beetje een zooitje. Het wordt ook echt best wel snel een zootje met een baby, moet ik zeggen. Kijk. Dit moet ik even allemaal een beetje opruimen. Vandaag is Asadi eventjes weg. En ik ben wasjes aan het draaien tegelijkertijd. Dus als ik daarmee klaar ben, kan ik lekker even weg. Ik heb vandaag lekker een dagje voor mij alleen. Ik heb gewoon alle afspraken die ik heb op één dag. En daaronder valt ook een beetje schoonmaken in het huis. Want dat is wel een beetje belangrijk. Jongens, jullie hebben dit natuurlijk nog niet gezien. Maar ik heb een nieuwe lamp in de keuken. Echt, I love it. Kijk, en dat is de lamp als ik hem aandoe. Ik kan hem instellen. En in de avond super gezellig onder de kaars. Helemaal op het plafond. Echt super mooi. Kijk, dit is in de avond. Kijk hoe mooi. En ik heb het al eerder laten zien, deze spiegel. Hij hangt eindelijk. Super handig, want straks gaat Asadi natuurlijk kruipen. En dan is het super onhandig als er zo'n losse spiegel in de woonkamer staat. Maar hij hangt. Ik ben er echt super happy mee. Ik ga echt stuk om deze broek. Hij ziet er echt zo baggy uit. Eén ding wat ik ook heb gefixt de laatste tijd zijn mijn wenkbrauwen. Ik heb mijn PMU laten verwijderen. Die zit nog heel vaag een beetje. En daardoor kan ik dus mijn wenkbrauwen iets anders tekenen. Waardoor ze een beetje zo meer liftend zijn. Zien jullie dat? Als jullie heel goed kijken, zien jullie nog aan het einde een beetje PMU zitten. Maar mijn wenkbrauw liep door tot hier. Het gaf me eigenlijk een beetje een sad look. En nu heb ik meer een wat liftende look. Ik ga nu even snel de was eruit halen en in de droger doen. En wat heel rot is in ons huis, is dat de wasmachine op de zolder staat. Dan moet je heel veel heen en weer lopen. En ik heb vandaag heel veel wasjes om te doen. So I hate it. Guys, het is ook weer hoog tijd om alle bedden goed te verschonen. Dus ik verschoon de bedden nu gewoon 2 keer per week. Ik vind het zelf echt heerlijk, want ik hou echt van een schone bed. Ik kan er echt veel lekkerder slapen. Al onze bedden goed, onze kussens, onze toppers, ons bed. Allemaal van Emma. We zijn hartstikke tevreden erover. Echt. Sinds ik deze topper vooral heb, ik ze weer. Ik denk als ik één favoriete product mag uitkiezen, deze topper. Sinds ik dit heb, slaap ik echt zo heerlijk. Echt een heel ander gevoel. We hebben ook dekbedden van Emma. En ik weet niet of jullie dat thuis ook doen. Misschien sommige koppels of misschien ook niet. Maar wij slapen dus echt heel slecht met één dekbed. Want Nessie trekt het dekbed gewoon de hele tijd van me af. Waardoor ik dus echt heel slecht slaap. En tijdens mijn zwangerschap kon ik dat echt niet aan. Want ik moest echt gewoon goed slapen. Dus heb ik bij Emma gewoon 2 eenpersoons dekbedden besteld. En deze bevallen echt heel goed. Het zijn 4 seizoenen dekbedden. En om eerlijk te zijn is het bed opmaken met 2 kleine dekbedden ook veel makkelijker dan 1 grote. En misschien vinden sommige mensen ons nu een beetje raar. Maar wij slapen dus nu gewoon zoveel beter. En deze kussens van Emma. Een favoriet van Nessim is deze. Ik heb de Cloud kussen. Moet je wel echt van houden om op een zachte kussen te slapen die ook vrij hoog is. Ja, iedereen slaapt anders en heeft een eigen voorkeur. Maar ik vind de Cloud fijner liggen dan deze. Maar dat is echt een favoriet van Nessie. En ik krijg nog heel veel vragen over ons bed. Dus ik zal even laten zien welk bed het is op hun website. Er zijn nou trouwens zoveel acties op Emma. En je kan met mijn kortingscode Mirjam nog extra korting krijgen op de gehele collectie. Je krijgt dan nog 10% extra korting op alles. Dus maak daar vooral gebruik van. Wij hebben deze. Let niet op mijn nagels, oh mijn god. Deze bed. En even kijken. Ik heb gekozen voor 180 bij 200. In de kleur beige. Dan heb ik hoofdboord classic gedaan. Die vond ik veel mooier. En pootjes natural ook. Met een hybrid matras. En
En ja, een topper hadden we al. Maar inclusief topper. En that's it. Oké, guys. Ik ben echt zo happy. Ik had vandaag mijn nagelstyliste geappt of ze toevallig vandaag een plekje zou hebben voor mij vandaag. Want mijn nagels zien er echt niet uit. Oh my god, wat is dit? En toen zei ze, nee, ik heb pas volgende week een plekje. En ik dacht, shit, ik moet nog een week met deze nagels. Toen appte ze me net van, je kan komen, ik heb gewoon een plekje. Dus ik moet nu gewoon racen, want het is helemaal niet dichtbij. En ik ga eigenlijk helemaal niet meer naar haar toe, want ze woont gewoon best wel ver. Ik moet een uurtje rijden met een baby, is dat best wel lastig. Dus ik ging gewoon even naar een salon die dichtbij. Maar ik vind haar toch echt de beste. En ze heeft tijd vandaag. En ik heb vrij, ik heb een dagje vrij. Dus ik ga deze nagels fixen. Ik ben er echt heel blij mee, guys. Ik ben echt zo blij. Dus ik ga nu even snel een hapje doen bij de tank. En dan rij ik gewoon gelijk door. Ik heb net mijn nagels gedaan. Kijk hoe mooi. Echt, Stella kan mijn nagels echt het mooiste doen. Ik ben er zo blij mee. Echt zo mooi dun altijd. Echt perfectie. I love it. Echt rek. Ik wil eigenlijk ook wat healthy eten. Even kijken wat we in de koelkast hebben. Ik heb echt nergens zin in. Ik ga denk ik een heerlijke salade maken. Met een mayonaise dressing. That's it. We starten met mayonaise. Ik doe er yoghurt bij. We doen er mosterd bij. Dan doen we een heel klein beetje citroen bij. Azijn. En dan nog zout en peper. En dan doe ik nog Italiaanse kruiden erbij. Ik heb iets van de azijn afgegiet. Omdat het echt een beetje te veel was. Nou, sla eronder, dressing erop. En dan doe je gewoon lekker alles erbij wat je lust. En ik ga nu alles even lekker shaken. En nu ga ik heerlijk genieten van mijn salade met een glaasje cola. En 90 Day Fiancé kijken. Goedemorgen, Essendi. Goedemorgen, Essendi. Wat wil jij vandaag eten als fruit? Wil je banaan? Wil je peer? Go. 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 Ga je nou niks meer doen omdat je een camera ziet? Ga je nou niks meer doen omdat je een camera ziet? Kleine meneer. Kleine meneer. Jij wilt die camera hebben, hè? Wat wil je met deze camera doen? Pak eens. Oh, Essendi is vlogging. Oh, wat gebeurt hier? Oh nee, niet in je mond. Essendi is heel ongeduldig. Ze moet heel snel zijn. Krijg jij een muziekles? We hebben laatst dus 30 gekregen. Echt zo leuk. Om mee te spelen voor Essendi. Kijk. Oh. Wil je deze ook? Wacht even. Doe maar eerst deze spelen. Doe maar deze. Doe maar eerst deze. Kom. Go. Go. Chipotle. Go, Essendi, go. Go, Essendi, go. Essendi wil niet slapen. Go, go, go. Essendi heeft lekker gedoucht. Essendi heeft lekker gedoucht. Bye, blij koppie, blij koppie, blij koppie. Oei, jongen. Zo, Essendi slaapt. Dus ik heb nu even de tijd voor mezelf om een kleine snack of maaltijd voor mezelf te maken. Ik hou het gewoon simpel hoor, guys. Gewoon een kleine sla of zo. En dan ben ik tevreden. Maar gewoon iets binnenkrijg. Want anders eet ik gewoon de hele dag niet. En vergeet ik ook gewoon te eten de laatste tijd. Hi, Essendi. Ben jij wakker, jongetje? Essendi heeft weer een ander outfitje aan. Het is zijn eerste jeans trouwens. Echt, ik vind hem zo leuk. Oh, hij heeft er geen zin meer in. Ik ga snel de auto in.
En je haar is zo leuk. Kijk zijn haartjes. En Freddy. Ready om boodschappen te doen met mama? Yay! Ik neem altijd een chipzakje mee voor in de auto, want dat vindt hij helemaal geweldig. Dan hou ik hem lekker mee zoet. En ik neem altijd mijn eigen tas mee, want ik wil echt geen plastic tassen kopen. Zo irritant elke keer. Zo, Sadie. Het is tijd voor bed. Het is tijd voor bed. Het is tijd voor bed. Het is tijd voor een boekje. Welk boekje wil je? Sadie, kijk. Welke boek? Welke boekje wil je? Welke boek zullen we lezen? Wij doen altijd leuke dingen. Je kunt me alles vragen. Zo. Ik hou je heel hoog in de lucht. Dat maakt je... bed. En ik herken een camera als ik die zie. Dan zeg ik maar doei doei. Doei doei mama.